De opdracht aan de commissie is om ons te adviseren, de minister van Justitie en mij, waar het gaat over het spanningsveld tussen veiligheid en de bescherming van de persoonsgegevens. Dus zeg maar even privacy. Het is al jaren zo dat we praten over veiligheid en privacy, alsof dat twee zaken zijn die elkaar uitsluiten. Nou, volgens mij gaat dat allebei over hetzelfde, namelijk dat je mensen beschermt tegen een vorm van onveiligheid. En daar moet je altijd een balans tussen zoeken. Die tegenstelling die er is tussen het belang van veiligheid en het belang van privacy, dan wel persoonlijke levenssfeer, dat die tegenstelling er eigenlijk niet zou hoeven te zijn. En hoe overbrug je dat nou? Dat is eigenlijk de hoofdlijn van onze opdracht. Er zijn in het verleden wel een aantal casus geweest waarbij je merkt dat die discussie van aan de ene kant veiligheid en aan de andere kant privacy een rol speelt. Veiligheidshuizen zijn bij uitstek de plekken waar heel veel informatie bij elkaar moet komen. Door informatie bijeen te brengen van bijvoorbeeld politie, openbaar ministerie, zorginstellingen, gemeenten. Die gegevens gaan vaak over één en dezelfde persoon, maar we weten het niet van elkaar. Nee, als je die informatie bij elkaar brengt, dan moet je het ook delen met elkaar. Dan moet je er ook over praten, over wat de beste aanpak is voor een veelpleger bijvoorbeeld, die steeds weer dezelfde fout begaat. Nou, dat is echt een goed voorbeeld van waar we, volgens mij op dagelijkse basis, met dat dilemma te maken hebben. Veiligheid en privacy.